vrijdag. Het is 12:30. We zijn deze morgen om 7:00 thuis vertrokken. Jan en ik zijn nu in Duitsland. We moeten nog een 250-tal kilometer even iets eten bij de Burger King. De zon schijnt. In België was het mistig. Ik ben daar al super blij mee. Een beetje fris. Dat is goed. De zon gaat de hele week schijnen. Ja, meer kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik heb er gewoon super veel zin in. Ik ga s'avonds een stukje rijden. Om 1:00 of 3:00 gaan we aankomen. Dan gaan we het skimateriaal halen dat we gehuurd hebben. We hebben een appartement gehuurd. Dat gaan we zien. Dus dan ga ik jullie daar ook mee naartoe nemen. En nu is gewoon rijden. En iets eten. Lekker. Dus dit is het begin van de tourski video's. Let's go. Wee. Even tanken hier. En zoals je kunt zien, nog 2:20, 233 kilometer. En dan zijn we in de bergen. Woo! Jan is betalen binnen. Ik heb hier zoveel zin in. Ik wil dat eigenlijk echt al lang doen. Gewoon zonder lawaai van een skiliften. Zonder iets. Gewoon de bergen in wandelen, maar toch kunnen skiën. Ja, dat is tourskiën. Dus ja, dat is gewoon nice, denk ik. Do you remember? Naar de winkel. Yeah. Budgetvriendelijk winkelen in de Spar in Oostenrijk, niet gemakkelijk. 14 euro per kaas. Crazy. Auto te vol. Helemaal vol. Boom, 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 vol. Ga je auto aangekomen. Nee. Nieuw materiaal, nou ja, voilà, na heel wat uur. Aangekomen, winkel geweest zoals je kunt zien. Jan is de auto wegzetten. Hier gaan we ons amuseren. De schone skis die we gehuurd hebben. We hebben afbakbroodjes gekocht. Eén probleem. We hebben geen oven. Dus ik ga op zoek naar mensen met oven. Let's go. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Ja. Ja, Nederlands? Ja, zeg maar. Hebben jullie een oven? Ja, wij hebben ook weer. Ah, wij niet. Zo. Jammer, heb je het weg. Deze is 5 minuutjes. Ja. En deze 3. Oké, nee, dat moet ik. Ja, dat moet ik. Super. Hey, dikke merci. Hoppa. Oké. We zijn eigenlijk verstopperken aan het spelen. We zijn onze lawinebiepers aan het testen. Dus Jan is zijn bieper aan het verstoppen. En dat is de bedoeling dat ik die ga terugvinden door mijn bieper te gebruiken. Dit is de bedoeling dus, dat als iemand onder een lawine ligt, dat je die kunt lokaliseren en dan met een sonde, met een probe, kunt steken en prikken om te voelen waar een persoon ligt. Dus dat gaan we nu oefenen. Het is hier overigens zeer mooi. Echt een gezellig klein Oostenrijks dorpje. Maan schijnt. Ja, leuk. Oh ja, hoe hoog heb je die gegooid? Ja, ja, een beetje hoog. Een beetje dichter bij de grond zijn. En dan kan ik die lokken normaal. Hè? En dan lokt je die. En dan? En dan kun je verder naar een ander beginnen te zoeken als er 3 mensen zijn. Ah ja, dan kun je hier een stok beginnen, voilà, prikken. En dan weten die mensen, hier kun je beginnen zoeken en dan begint je de rest te zoeken. Ah, nice. Stilte. Van België naar Oostenrijk, heerlijk. Dit voelt wel een klein beetje alles thuiskomen. We hebben net
allebei onszelf aangekleed. We hebben alles getest van materiaal. Onze bieper hebben we getest. Ons materiaal aangedaan. Dat we helemaal klaar zijn voor morgen. Dus alles ligt klaar voor morgen. Gewoon opstaan, aandoen, eten, vertrekken. Om 7 uur staan we op. Om 8:30 hebben we afgesproken met onze instructeur, met onze gids. Dan ga ik jullie meenemen. Ik denk dat het heel, heel vet gaat worden. Nu ga ik afsluiten. Ik zie jullie morgen. Ik ga rusten. Ik ga slapen. Slaap wel. En onthouden als mogelijk is. Ik dacht van dit te doen. En ik sta hier nu. Blijven gaan. Ah, zo mooi. De bergen.